Welkom in de 1 bij de allerlaatste Mario Kart die we nog ooit hadden moeten spelen. Jordi, je gaat eraan, dat weet je, hè? Ja, I know. Dit was mijn Mario Kart vroeger, die ik kapot heb gespeeld op de middelbare. Dus ik wens je veel succes. 150cc. Ik ben Rob the Robot. Jordi, je hebt geen idee wat hij eigenlijk wat zijn graag gaat maken. Ik ben eerst even aan het kijken. Welke fucking karts heb je? Want je hebt een mokers veel. Wacht even, wat beïnvloedt items? Geen idee. Ja, ik ga ook gewoon zeggen, ik heb deze game nooit gespeeld, dus ik pak gewoon random cards die me leuk lijken. Ja, kan je doen. Kijk, weet je, het is, ik ben gewend met Rob te spelen. Maar het enige wat ik lastig vind altijd bij Rob, is dat hij twee card dingen heeft. Alle twee zijn ze prima. Maar alleen de ene heeft minder items, het andere heeft vol balkje items. Ja, sta je op Mushroom Cup? Ja, ik ga gewoon met de normale kart. Alright, Mushroom Cup. Ik druk op Halen, staat er op oké. 2, 1, let's go! Figure 8 Circuit, de meest boring-ass Mario Kart track die er is. Ja. Maar als jij nog nooit 150cc hebt gedaan, dan ga je de pleuren schrikken, denk ik. In deze game? Ja. 100%. Ik bedoel, ik sta nu vijfde, ik sta zesde, ik sta achtste. Appa. Je kent wel alle koersen, toch? Nee. Ook niet. Ik heb deze game nooit gespeeld. Hoe de fuck? Dit is echt mijn Mario Kart of al. Ja, mijn. Ik heb nooit de DS gehad. De enige keer dat ik op de DS zat was dat ik met mijn broertje aan het spelen was terwijl hij Diamond aan het doen was. En niet verder kwam dan Floroma Town. Damn. En oh, fucking hell. Hoeveel ze sta je? Tweede. Ja, same. Oké, nu eerste. Ja, hoe deze race gaat verlopen is als volgt. We kijken gewoon wie op welke punten staat aan het einde van iedere cup. Dus eerste, tweede, derde of vierde. Als we dicht bij elkaar staan, als eentje al helemaal gefinished is, terwijl de andere nog maar in lap 2 zit, dan heeft die andere gewonnen. Ja, maar wat gaan we doen als het op tijd, als we punten gelijk hebben, dan gaan we naar tijd kijken. Dan gaan we naar tijd kijken, ja. Nee, oké. Ik vind voor een DS-game niet echt slecht uitzien. Het is een van de best looking DS-games of all time, vind ik. Fuck, Blue Shell! Kut! Dat geloof ik best. Nee, Daisy, fuck off. Fuck off, fuck off. Oké, eerste. Ik ook. 1, 42, 5, 13. 1, 43, 5, 38. Oeh, ik ben een seconde sneller. Maar ja, ik kreeg nog een Blue Shell op mijn bek. Ja, ik niet. Degene voor mij kreeg een Blue Shell op zijn bek. Zo, de perfecte start gehad. Echt de perfecte start. Geen idee van. Ik heb zoveel Mario Kart met jou ondertussen gedaan, maar ik heb nog steeds geen idee. Wat is nou de beste timer voor welke start en die nou, dingen? In deze game is het wat anders. Wat dan? Het is bijna ontplofsnelheid. Dan heb je de beste snelheid. Dus het is echt net aan tot je niet ontploft. Kut. Fuck off, Drybones. Ja, oké, zal wel. Derde, fucking hell. Als we het voor elkaar kunnen krijgen om DS multiplayer te doen, hadden we DS multiplayer gedaan, maar dat is gewoon. Nou, dan dat had je niet willen doen. Dan ga je huilen van mij. Appa, lekker voor je, Daisy. Ik zou steeds tweede, fuck. Jij? Tweede. In alle rust tweede. Lekker voor je toot. Oké, top. En klaar. En klaar. Vierde. Vierde? Ja. 1-11. Ik ben echt een buttonmesje. 3, 2, 1. Ah, net niet lekkere start. Ja, dat was een goede start, maar geen lekkere start.
Maar waar zou je deze, zou je dan ook Mario Kart DS bovenaan plaatsen in jouw favoriete Mario Kart games? Wel nummer 2, maar niet nummer 1. Nummer 1 blijft, is en blijft Double Dash, hoor. En dan 3 is 8? Nee, 7. 7 is zwaar underrated. Ja, maar 7 heb ik ook nooit gespeeld. 7 is echt fantastisch. Ik vind 7 echt een van de beste Mario Karts. Double Dash is gewoon 1, maar dat komt meer door de 2%. Ja, afremmen. Heb jij 7 op je 3DS? Ja. Zeker. Ja. 7 is echt geweldig. Want ik denk niet dat ik mijn 3DS hoef up te daten voor LAN. Nee. Zeker misschien niet. Misschien een keer een leuke. Mario Kart 7 is echt fantastisch. Oh nee, wacht even. Laten we raden, Mario Kart 7, maar hebben wij de cartridge nodig, of niet? Nee. Nee, oh, het is Mario Party 100 idee, zolang je maar kan linken met de LAN is het. Volgens mij is het goed, alleen zijn de wachttijden wat langer. Ja, Volgens mij is dat niet nodig. We kijken wel. Ja, 7 heb gewoon leuke courses. En er zit maar eentje natuurlijk een dikke skip in. Op Woohoo Island zit echt gewoon, dan kan je 1,5 minuut 7. Jezus, hoeveel blue shells kan je gooien? Ik heb er al 2 gehad! Nou, dan moet je mij ooit zien wanneer ik die booster pass ga doen voor Mario Kart 8 Deluxe. Ik krijg altijd zeker 1 blue shell per cup die ik doe. Ook lekker. Echt waar, deze game, jongen. Oh, wat heb ik deze veel gespeeld. Fuck. Oké, emu. Ik bleef de emu. Dan hebben we nog maar 1 Mario Kart. Nice. Nee, hierna hebben we nog 1 Mario Kart echt om te doen. En dat is dan Mario Kart 8 Deluxe met Milan. Ja, maar dat de met de Fast Pass ding. Met de Seizoen Pass ding. Ja, de hele cups nu. Want dan komt er geen upgrades meer. Oké, 2 minuten 8 eerste. Lekker, man. Nou, ik ben al begonnen met Luigi's Mansion. Ja. Nee, maar dan is het gewoon echt alles. Dan hebben we de hele game heel Mario Kart 8 gehad. En dan zijn we tenminste Mario Kart af voor een periode. Godver. 7e. Okay. Nou, die heeft mij ontplofte. Nou ja. Waarom zie ik ook nog wel gebeuren dat we deze krijgen, Luigi's Mansion in de... Nou, Commodore. Voor mij mogen ze elke DS ding erin houden. Echt, het is fantastisch. Want wij hebben niet... We hebben Haunted Mansion, hè? En niet Boo's Mansion. Of in? Luigi's Mansion. Mario Kart 8 Deluxe. We hebben een spookhuis, maar volgens mij is dat niet... Moet je me even helpen, dat durf ik niet te zeggen aan mijn hoofd. Nee, waarschijnlijk is dat gewoon Haunted Mansion. Toad, Daisy, Drybones, get the fuck out of here. Wie zijn jouw nummer 1 en nummer 2 en nummer 3? Drybones, DK en Peach. Drybones is echt altijd hoog. Ja. Nice! Wow. Zo, ik word bijna door een greencel geraakt. Hey, weet je wat... Ik vind ineens op zich wel leuk. Deze course. Ja, maar deze hebben echt machtige courses, hoor. Ja, ik merk het. Echt, elke pauze op de middelbare school alleen maar dit spelen. En ook gewoon iedereen ownen. Mm-hmm. Dat komt omdat ik heel goed was in de air en slide gebeuren. Maar omdat ik het natuurlijk al heel lange tijd niet gedaan heb, is het een beetje wonky. Ja, dat is het jammer van mijn tijd. Het enige wat mensen bij mij speelden was COD. Ja, en ik speel geen COD, dus... Nee, ja, vind ik ook... Ja. Ik heb ook het lange tijd gedaan, maar dat doe ik ook al, heb ik ook al 2 jaar nee, niet maar COD ga ik ook niet spelen in de pauze, dus... Nee, hoe wil je dat spelen? Ja. En de enige tijd dat ik me nog kan herinneren dat mensen gamen tijdens de pauze was tijdens de basisschool. En toen hadden we zo'n oude SNES staan tijdens overblijven. Zo. En we waren gewoon Mario 3 aan het spelen. En klaar. 40 punten. Done. Oké. Nou, ik heb geen 40 punten. Dan kan ik je wel op een zilveren blaadje doen. Maar hey, wie weet, misschien... Eindig ik wel als eerste totaal of tweede. Nou, geëindigd op. Geëindigd op wat? Zesde. Oh, zesde. Nou, netjes. En in totaal derde plek, maar eerste is gedeelde.
De eerste en tweede hadden 30 punten, ik had er 26. Maar mensen, dat was Mario Kart DS, de Mushroom Cup. Yep. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.